63 jaar zijn ze getrouwd, maar nog nooit waren ze een dag zonder elkaar. Dini en Gerrit Jansen uit Os. Maar omdat ze allebei na elkaar hun heup braken, konden ze elkaar 5 maanden lang niet zien. Niet corona, maar 2 noodlottige valpartijen zorgden ervoor dat het echtpaar elkaar al die tijd niet kon zien. Hartelijk welkom, meneer Jansen. Dank je wel, mevrouw. Thuis wonen lukt niet meer. Dus moest er in het verpleeghuis wat met kamers geschoven worden, zodat Dini en Gerrit eindelijk weer bij elkaar kunnen wonen. Ah, jongen. Hallo. Ja, daar is hij. Hoe is het, jong? Kom maar over mee. Bij de koude hand. Och, jongen, we zijn blij. We zijn weer bij elkaar. Uiteindelijk komt het goed, hè? Ja, dat heb ik ook altijd gezegd. Dat wou ik zeggen. We zijn 63 jaar getrouwd. En nooit uit elkaar geweest, want dat was moeilijk voor ons allebei. Wachten, geduld. Ik was dus gevallen op 2 september al. Toen heb ik dus die operatie gehad, toen heb ik gerevalideerd. Toen mocht ik dus op, eigenlijk was de plandatum 9 november naar huis. Vrijdag van tevoren valt zij en breekt een heup ook, dus ik kon niet meer naar huis. Nou, dat is gewoon een ramp in dat je realiseert dat je niet meer naar huis kunt. Toen was ik een tijd lang, zeker een week of anderhalf, dat ik me echt ontheemd voelde, echt ontheemd. En een echte ontheemding leidt onherroepelijk tot eenzaamheid. Ik heb een moeilijke periode gehad, maar de kinderen hebben het allemaal opgevangen. Je kunt de kleinkinderen nog niet knuffelen. Nee, ook niet. Maar nou kan het weer. Ja. Kom, moeder. Goed zo, jongen. Mogen we nou in de koffie, of niet? Zeker. Ja.